Ik sta hier vandaag op Schiphol Oost en wie een privéjet heeft, landt en vertrekt vanaf hier. Nou, ik heb hier binnen afgesproken met Reinier van Jet Support en hij neemt mij mee in de wereld van de jetset. Hi. Goedemorgen Alice, hartelijk welkom bij de General Aviation Terminal bij Jet Support. Dankjewel. Zullen we onze VIP-lounge even bekijken? Graag. Ja, kom maar mee. In onze VIP-lounge ontvangen we onze klanten en onze gasten. Die zou gaan vertrekken. Oké, wat doet Jet Support precies? Ja, Jet Support is een vliegtuigonderhoudsbedrijf. En wij ontzorgen eigenlijk de klant met alles wat er met een jet mis kan gaan. Oké, wie zit hier precies en wanneer zitten ze hier? Hier zitten onze klanten voordat ze gaan vertrekken. Of als ze op een vliegtuig moeten wachten die nog even in onderhoud staat. Oké, een mooi uitzicht hier. Ja, loop maar even mee, dan kunnen we het even bekijken. Dat is goed. Dit zijn alle privéjets die er vandaag zijn, alle business jets. En daarnaast doen we ook de special mission vliegtuigen zoals de kustwacht. En die staan hier nou ook bij? Nee, die staat nu in ons hangar. Daar kunnen we wel een kijkje gaan nemen. Lijkt me leuk. Oké. Nou, we zijn nu in hangar 2. Daar staan de kleinere jets. En ook altijd staat het vliegtuig van de Nederlandse kustwacht hier, die wij onderhouden. Het vliegtuig is altijd paraat, 24/7. Wij dus ook. En we zorgen dat het vliegtuig altijd naar buiten kan als er calamiteiten zijn op zee. Een drenkeling bijvoorbeeld. En nu zijn we aan het controleren voor de volgende vlucht. Dus we zijn alle controles doen voor avionica, of alle systemen goed zijn, de banden en de druk daarvan. En zoals je ziet zijn we ook de motoren aan het controleren. Nou, ik heb het missievliegtuig denk ik wel gezien. Kunnen we naar de jets? Zeker, dan lopen we even naar hangar 3. Nou, dit is de hangar waar het onderhoud en vliegtuig wordt gedaan? Ja, klopt. Dit is hangar 3. Hier staan verschillende business jets in onderhoud bij ons. En hoeveel vliegtuigen kunnen er hier nou binnen staan? Ja, we zijn gespecialiseerd in 18 verschillende vliegtuigtypes. De ene is wat groter dan de ander, maar er staan er gemiddeld zo'n 5 binnen. Oké, okay, kan ik wat onderhouddingen zien? Ja, we hebben net een probleem opgelost van een vliegtuig die bijna gaat vertrekken. Nou, zoals je kan zien is mijn collega Henry de laatste controles aan het uitvoeren. Wat zien we hier nou? Ja, hier zitten als het ware alle blackboxen die dus het vliegtuig aanstuurt, alle avionica. Navigatie- en communicatiesystemen. En dat zijn we nu aan het controleren of het allemaal goed zit. Oké, okay, ben jij zelf ook bevoegd om dit soort technische dingen te doen? Ja, klopt. Voor een aantal vliegtuigtypes ben ik ook bevoegd. Leuk. En kan ik ook in het vliegtuig kijken? Ja, we kunnen wel even binnenkijken. Nou, kom maar even binnenkijken. Dit wordt mijn eerste keer in een businessjet. Nou, ik ga die stoel even uitproberen hoor. Zit goed hoor. Ja, leuk hè? Ja, maar jullie verzorgen de binnenkant ook. Ja, klopt. Als er problemen zijn met cabin entertainment of de stoelen of wat dan ook, dan repareren we dat ook. En de cockpit ook? Ja. Oké, nou zo zou ik ook wel naar mijn werk willen vliegen. Ja, mooi hè. Maar helaas gaat dat nu niet lukken, want dit toestel moet nu naar buiten, omdat passagiers staan te wachten. Nou, het vliegtuig staat geparkeerd, de crew komt er zo aan en ons werk zit erop. Nou, mijn werk ook. Hartstikke bedankt voor de rondleiding. En ik pak denk ik maar de bus naar huis. Graag gedaan, tot ziens. Doei.